Ja, we staan hier met meneer Harreman, de vorige voorzitter van de deelgemeente Delfshaven, die binnenkort weer de gebiedscommissie ingaat, heb ik begrepen. We hebben 4 zetels binnengehaald van de 15. En dat betekent dat ik wel verwacht dat ik erbij zit bij de 4. En dan gaan we weer van de kant met Delfshaven. Wat is uw reactie op de uitslag? Ik had het wel voorspeld, 4 zetels. Verlies was ingecalculeerd, maar desondanks constateer ik tot mijn tevredenheid dat de PvdA-afdeling Delfshaven de meeste stemmen heeft weten binnen te halen in heel Rotterdam bij de gebiedscommissieverkiezingen. Nou, dat zegt iets over de inzet van de mensen die campagne gevoerd hebben. Alhoewel we natuurlijk allemaal slachtoffer zijn van de landelijke trend, laten we ook maar zo reëel zijn natuurlijk. Is die landelijke trend echt doorslaggevend bij dit soort verkiezingen? Ik denk dat mensen op alle niveaus nu, inderdaad, dat heb ik ook gehoord met het lopen over straat. Als je mensen aanspreekt, oudere mensen zich heel erg zorgen maken over de thuiszorg, terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke zorg. Mensen die het moeilijk hebben met de portemonnee, dus je merkt toch wel dat mensen hun ellende toch heel erg aan Den Haag verwijten. Met name aan de Partij van de Arbeid die natuurlijk zaken heeft gedaan met de VVD. Wat natuurlijk bij een aantal oud-PvdA mensen zoiets is als zaken doen met de duivel, bij wijze van spreken, om het zomaar te zeggen. Nou, ga ik misschien eens gek zeggen, hè? Maar eerst bent u voorzitter van de deelgemeente, dan wordt u raadslid en nu gaat u in de gebiedscommissie. Is uw carrière, loopt u niet achterstevoren? Nou, je kunt ook zeggen, de oude vos keert terug op zijn oorspronkelijke hol. Ze streken nog niet vergeten. Ja, zo is dat. Okay. Nou, veel succes en we komen je vast nog wel tegen. Oké, jullie ook met het programma. Oké, goeie avond.